Duitse paratroopers die het lukt om Winston Churchill te ontvoeren aan het einde van de oorlog. Het klinkt als een van de grootste complottheorieën aller tijden. En dat is het ook. Er zijn een hoop verschillende bekende populaire complottheorieën. Een van die complottheorieën is bijvoorbeeld dat de aarde plat is. Een andere complottheorie is dat er aliens leven in Area 51. En weer een andere complottheorie is dat 9/11 is veroorzaakt door president Bush. Maar ik denk dat jullie van deze complottheorie van vandaag nog nooit iets hebben gehoord. De bedenker van deze complottheorie is Jack Higgins. Dat is de schrijver van het boek De Adelaar is geland. Een boek wat gaat over Duitse paratroopers die het lukt om Winston Churchill te ontvoeren naar Berlijn. Tenminste, of het lukt, daar zullen we de komende afleveringen achter gaan komen. Want ik ga jullie het hele verhaal vertellen. Oké, ik zal eerst maar even een disclaimer geven. In deze serie ga ik het hebben over de film De Adelaar is geland. De Adelaar is geland is een verhaal wat zich zou afspelen in de oorlog. Maar het is een fictief verhaal. Dus dat betekent dat het hele verhaal hoogstwaarschijnlijk, bijna zeker, nooit heeft plaatsgevonden. Ik zal jullie eerst even een kort geschiedenislesje geven. In de Tweede Wereldoorlog waren er twee grote leiders in Europa die het anders wouden hebben. Dat was Hitler in Duitsland en Mussolini in Italië. Mussolini was in de oorlog zelf minder succesvol dan Hitler zelf. En werd al eerder dan de helft van de oorlog werd hij opgepakt door mensen die in verzet tegen hem waren gekomen. Die hebben hem opgesloten in een gevangenis op een bergtop. Hitler gaf op 12 september 1943 de opdracht aan een paar van zijn beste paratroopers om Mussolini te bevrijden uit zijn gevangenis op een bergtop. En dat lukte. September 12, 1943. German paratroopers snatched Mussolini from his mountaintop prison in Italy. Tot een beetje een schok tot de hele wereld lukte dat. En hij werd bevrijd overgevlogen naar Berlijn, waar hij werd verenigd met zijn familie en wat andere fascisten. En volgens zijn boek brengt dit Hitler tot het idee om hetzelfde te doen bij Winston Churchill. Inspired by the rescue of his ally, Hitler ordered an even more daring bid to capture his greatest enemy. Winston Churchill was de minister-president van het Verenigd Koninkrijk tijdens de oorlog en een van de grootste tegenstanders van Hitler. Als Hitler hem zou kunnen ontvoeren en overbrengen naar Berlijn, zou dat misschien één manier zijn geweest om de oorlog te kunnen winnen. En het verhaal, de film De Adelaar is geland, begint eigenlijk bij deze gebeurtenis. Hitler komt er in het verhaal achter dat Mussolini is bevrijd. En dan denkt hij van, als ik zulke goede paratroopers heb dat ze Mussolini vanuit zo'n streng bewaakte gevangenis uit een bergtop kunnen bevrijden, waarom zou het mij dan niet lukken om Winston Churchill, de leider van Groot-Brittannië, te ontvoeren naar Berlijn? De bevrijding van Mussolini werd gezien als een van de gevaarlijkste reddingsoperaties uit de hele geschiedenis. En deze operatie om Winston Churchill te ontvoeren naar Berlijn zou daarmee nog gevaarlijker worden dan de operatie om Mussolini te bevrijden. Het interessante aan het begin van de film is dat eigenlijk het hele plan om Winston Churchill te ontvoeren, iedereen denkt eigenlijk, het is waanzin, dat kan nooit gebeuren. Dus het wordt van bovenaan, van de bovenste rangen, steeds verder naar beneden geduwd, naar onderste rangen van, ja, proberen jullie het nog maar even, proberen jullie er nog maar even naar te kijken. Kijk even of het nog gaat lukken. Uiteindelijk wordt kapitein Radel op de taak gezet. Radel is eerder gewond geraakt en heeft daardoor zijn oog verloren. En daarom wordt hij niet meer het front ingestuurd, maar krijgt hij meer opdrachten om dingen te besturen, mensen uit te kiezen. En daarom vonden ze hem het uitgewezen persoon om de missie om Winston Churchill te ontvoeren over te dragen aan hem. En Radel en één iemand iets hoger in functie krijgen samen het idee van, zorgen jullie dat de mogelijkheden worden uitgezocht. Is het een onmogelijk plan of liggen er echt niet ergens mogelijkheden? En die Radel die krijgt dan het hele plan te horen van één iemand die bij de hele bespreking over het plan er ook bij was. Bij dat plan zat hij dus, Hitler, Goebbels, Bormann en Mussolini. En die bedachten samen het hele plan van
is het überhaupt mogelijk? Hoe kunnen we een plan maken dat Winston Churchill wordt vervoerd van Londen naar Berlijn? En dan zegt hij ook tegen Radel van, volgens mij ben ik de enige die serieus ziet dat dit een kansloos plan is. Dat het nooit gaat lukken, dat Winston Churchill nooit gepakt kan worden door ons. En er wordt dan ook tegen Radel gezegd van het hele idee van de ontvoering van Churchill, om te kijken of dat mogelijk is. Dat is totaal gek, dom en onnodig en een verspilling van de tijd van iedereen die aan het onderzoek meewerkt. Want het gaat onmogelijk zijn, het gaat nooit lukken, het gaat nooit gebeuren. Maar in die tijd, als je een opdracht kreeg, ja pech. Als jouw opdracht is, je moet onderzoeken of de mogelijkheid tot het ontvoeren van Winston Churchill, of dat een mogelijkheid is, dan had je die opdracht. En dan moest je wel. En daarom zegt hij van, nou, begin er maar meteen aan, Radel. Dan kan je meteen even kijken of het mogelijk is. Het is niet mogelijk. En dan kan je dat over 2 dagen vertellen tegen Hitler en dan is alles klaar. En Radel begint dan met het opvragen van allemaal dossiers, om ze gaan door te lezen, want er zijn allemaal spionnen in Engeland van Duitsland en die zitten daar te kijken waar Winston Churchill uithangt en zit hij een beetje in te lezen van, is het echt niet mogelijk? En degene die die rapporten komt aanleveren, die vertelt dan tegen Radel van, waarom vraag je eigenlijk al die rapporten op? En dan zegt Radel terug, Hitler die wil onderzoeken of het mogelijk is om Winston Churchill te ontvoeren en te brengen naar Berlijn. En dan die man die de rapporten aan kon brengen, zit een beetje er één brief tussen uit te pakken en die zegt, kijk eens wat hierin staat, dit kwam gisteren aan. En in die brief staat dat Winston Churchill binnenkort naar een buitenverblijf aan zee gaat. En dan begint Radel opeens een klein beetje hoop te krijgen. Want die denkt, misschien is het toch mogelijk om Winston Churchill te ontvoeren. En dan gaat de hele studie van Radel verder. Die denkt van, nu hebben we een man nodig. We hebben een commandant nodig die een legertje heeft en die dit kan, die te vertrouwen is, die we voor zo'n klus neer kunnen zetten. En er is één iemand geschikt. Het is iemand die met een keer eerder met 167 mensen gedropt is in het midden van Rusland en 2 volledige regimenten daar verslagen heeft. Meneer Kurt Steiner. Kurt Steiner studeerde in Engeland, dus hij spreekt volledig Engels. En dan komt het hele plan boven. Kurt Steiner moet een divisie leiden, een leger leiden, wat die Winston Churchill kan gaan kidnappen in Londen, in Engeland, in waar dan ook. En Radel die begint het hele plan op te zetten. Die zegt op het moment dat Churchill daar in het buitenverblijf aan zee is, dan moeten we hem pakken. Met een groot leger op de juiste tijd, de juiste plek en dan hebben we hem. En dan presenteert Radel voor het allereerst zijn plan. En dan zegt iemand in de zaal, ja, maar dit plan, dat wordt het toch nooit, dat gelooft u zelf toch niet? En dan is het eerste moment dat hij denkt, zeker wel, dit plan kan gaan lukken. Dus Radel die geeft de opdracht van, vind Kurt Steiner, vind de man, de enige man die aangewezen is voor deze opdracht. Maar het probleem is dat die Kurt Steiner een tijd eerder is opgepakt door dezelfde Duitsers. Omdat hij een paar Joden heeft laten vluchten. Die vluchtpoging is later mislukt. Toen is hij opgepakt. Omdat hij geen echte nazi dus zou zijn. Dus die zit nu vast op een gevangeniseiland. En omdat zijn hele divisie en al zijn soldaten die hij onder zich had meededen aan die ontsnappingsactie, zijn ze allemaal opgepakt. En daar gestationeerd op dat eiland van, jullie komen daar niet meer af. Jullie zijn nu gevangenen van het Duitse Rijk. En Kurt Steiner, die had vlak voordat hij werd opgepakt met zijn hele leger, gezegd tegen degene die hun oppakte, van, laat alsjeblieft alleen mij boeten en niet mijn hele leger. Dit leger heeft een goede loyaliteit. Die zijn heel erg loyaal aan mij. Dus als ik iets doe, doen ze altijd ook wat ik doe. Maar het is niet hun schuld, dus laat hun vrijgaan. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Radel begint ongeveer alles te begrijpen. Hij denkt van, het is mogelijk. Dus hij stuurt een bericht naar de mensen die in Engeland zitten op die plek en die hem de informatie verschaft hebben dat Churchill komt in al buitenverblijf. Van, we willen misschien daar wat Duitsers droppen om Churchill te pakken. En dan komt de grote eenheid boven. Radel komt naar hem toe en die zegt van, ja, we hadden jou alleen de opdracht gegeven om te kijken of het mogelijk is. Maar nu begin je het al te regelen. En dan zegt Radel, het is mogelijk.
Churchill ontvoeren is mogelijk. In het stadium van de oorlog waar de film zich afspeelt, is Duitsland eigenlijk al aan het verliezen. Dus deze operatie om Churchill te ontvoeren is de laatste mogelijkheid van Duitsland om de oorlog wat gunstiger voor hun te krijgen. Alleen, heel veel mensen zijn het er in het verhaal ook niet mee eens. Want die zeggen het is juist allemaal hopeloos. Iemand zoals Churchill vermoorden of ontvoeren, dat helpt al lang niet meer. En dit is dan ook meteen de eerste aflevering geweest van The Eagle Has Landed. De adelaar is geland. En ik wil jullie graag in de volgende afleveringen het verhaal af gaan vertellen. Het verhaal gaat nog wel een paar delen hebben, maar het is een heel spannend verhaal, wat nu langzaam op gang komt. En zeker de volgende afleveringen worden allemaal een stuk spannender. Dus ik hoop heel erg graag dat jullie allemaal bij de volgende aflevering weer komen kijken. En dan zie ik jullie hopelijk volgende week weer bij een gloednieuwe aflevering van De Adelaar is Geland. Tot ziens!